In 1968 werd Mojo Concerts opgericht. 150 shows per jaar. Van AFAS Live to Paradiso, van Oosterpoort tot Ziggo Dome. 1 miljoen mensen per jaar kopen een kaartje voor een show georganiseerd door Mojo. Bij al die shows en festivals draait het altijd om de band tussen jou, de bezoeker en de optredende artiest. Maar nooit hoor je het verhaal van de mensen achter de schermen. De mensen die ervoor zorgen dat die artiest naar Nederland komt, dat daar een podium staat en dat jij een kaartje kunt kopen. Wat doen zij? Hoe komt een show, een festival tot stand? Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen, de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan, komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hallo, leuk dat je luistert naar deze nieuwe 50 jaar Mojo podcast. Inmiddels weet je wellicht als je deze reeks al een poosje volgt dat je bij Mojo moet zijn voor muziek. Concerten, optredens, festivals, het is allemaal daar te vinden, wordt allemaal daar geboekt. Maar er is meer bij Mojo. Weet je die Harry Potter expositie nog of die Star Wars expo van laatst in Utrecht? En ook heel veel stand-up comedy. Steeds meer komt daarbij ook bij Mojo vandaan. Vandaag praat ik met twee mannen die zich daarmee bezighouden. De special events en stand-up comedy van Mojo. Ik ben Frederik van Alkemade. Ik werk al 13 jaar bij Mojo als boeker van special events. Jep Salvesberger, boeker bij Mojo Concerts sinds 2000. En we zitten hier omdat we het gaan hebben, nou eens een keer niet over de bands, over de muziek. We gaan het hebben over, nou ja, ik heb het al gehoord, special events. Leg eens maar eens uit, wat is binnen Mojo special events? Nou, voor mij zijn het voornamelijk family entertainment gerelateerde shows. En dan moet je denken aan Cirque du Soleil, Harry Potter The Exhibition, en de hondenfluisteraars die is in Milaan, Monster Jam. Vaak jaarlijks terugkerende evenementen. Als doelgroep familie. En een groot verschil met wat Mojo normaliter doet, is dat we niet meteen uitverkopen. Maar we hebben een hele grote taak in op het gebied van marketing. We hebben veel concurrenten en onze aandacht gaat voornamelijk het hele periode tot de show. Hoe gaan we de show het beste neerzetten en zoveel mogelijk kaartjes verkopen? Daar hebben we wel grappig wat je zegt, dat het verkoopt niet meteen uit. Kijk, een event als een Monster Jam, dat is een aantal dagen achter elkaar volgens mij. Of is het één show? Hoe zit dat? Nou, dat is ook een onderscheid. Cirque du Soleil is vaak een hele week. Bijvoorbeeld 8 shows in 1 week. En als we de tentshow doen, is het soms 2 tot 3 maanden. Maar Harry Potter was bijna een half jaar. Ja. Dus dat is een totaal anders. Dat is volledig anders, ja. De marketingbudgets zijn dusdanig groot. Maar daar gaat alle aandacht naar. Ben jij de vreemde eend in de bijt bij Mojo? Wat dat betreft wel, ja. Je hebt natuurlijk comedy. En daarnaast zijn er nog een paar andere evenementen die ook bij Special Events hadden kunnen horen. Maar die zijn van nature altijd al bij een ander boeker geweest. Maar de meeste dingen die een beetje raar zijn, die komen op mijn bord. die raar zijn. En jij doet ook muziek, Jeffs. Maar we hebben het vandaag over comedy. Want dat is ook... Is dat al lang iets binnen Mojo, comedy events? Nou, vroeger had je bij Mojo Concerts Mojo Theater. En die boekte voornamelijk, wat het woord al zegt, dus theatershows. En daar zat een heleboel stand-up comedy bij, maar dat waren allemaal Nederlandse comedians. En toen ik in 2000 bij Mojo binnenkwam, ik ben altijd al liefhebber geweest van comedy, stand-up comedy. Misschien als kind al van André van Duin en dat soort, en die one-man shows van Toon Hermans. En ik weet nog goed, toen ik bij Mojo binnenkwam, het eerste wat ik deed als dan die gids, die kwam 1 keer per jaar, kwam de Mojo Theatergids en dan stonden dan al die shows in. En dan haalde ik alle bladzijden, scheurde ik eruit met stand-up comedy en ging ik kijken van, oh, komen ze in Tilburg of in de buurt waar ik woon? En dan ging ik gastenlijsten aanvragen. Ik dacht, nou, dat zijn de benefits van dit werk. Ik kan lekker op de gastenlijst plus 1. En zo heb ik in het begin heel veel comedy gezien. Wel Nederlandstalige comedy. En als boeker van artiesten kreeg ik op een gegeven moment via mijn netwerk Jeff Dunham aangeboden. En ik kende die van de ringtones. Silent, I kill you. Nou, die bekende
ringtoon van toen. En ik wist eigenlijk niet wat ik ermee aan moest. Ik kende hem. Ik wist van, nou, dit gaat geheid succes worden. Maar ik heb het toen doorgeschoven in eerste instantie naar Tel Beckhand, die toen ook bij ons werkte. Dat Night of Comedy. En die heeft er toen niks mee gedaan. En uiteindelijk is Leon bij ons op kantoor degene geweest die die eerste show heeft geboekt, samen met Pias Comedy. En Pias bracht toen de DVD's uit. Die deden de ringtones. Die deden eigenlijk alles met die internationale comedy. En ja, daar is eigenlijk het zaadje gelegd voor de samenwerking tussen Mojo en Pias Comedy. En sindsdien doen we eigenlijk al die comedy shows samen. Maar ik denk dat Jeff Dunham de eerste internationale artiest was voor ons. Ja, waar we echt een voet tussen de deur kregen, zeg maar, binnen de Nederlandse markt. En aantonen dat er heel veel behoefte was aan internationale comedy. En dat er echt een markt voor was. Ja, je zegt dat je en dat al gelijk vermoedde, nou, dat gaat een succes worden. Maar op basis waarvan? Want het was nieuw voor Nederland, toch? Grote internationale comedians. Ja. Ja, we hebben een cabaret-traditie heel erg in Nederland, maar echt comedy? Ja, met name stand-up comedy. Ja, nu heb je wel natuurlijk heel veel Nederlandse comedians die eigenlijk stand-up comedy doen. Maar Nederland heeft een traditie van cabaret-quartet met een gitaartje of een piano. Weet je wel, een lach en een traan. En ja, Amerikaanse comedy is echt knallen. Dat is echt een mitrailleur met grapjes achter elkaar. Engelse comedy is weer net iets anders. Dat kan een mix zijn tussen dat of met een soort serieuze toon. Maar ja, hoe voelden we aan of iets een succes werd? Ja, eigenlijk heb ik het gewoon precies dezelfde manier benaderd zoals ik mijn artiesten benaderde. Gewoon dingen checken en mijn achterban polsen. Van ja, ken je deze comedian en is het wat? Wat denk je zelf? Zou jij een kaartje kopen? Gewoon echt? Ja, gewoon letterlijk soms vragen. En het voordeel, ik werkte heel veel samen met Erik Logen van Pias Comedy. Erik heeft gewoon een langere traditie dan ik in de comedy. Zit daar veel meer in. Dus het was ook heel vaak, Erik, wat vind jij? Weet je wel? En ja, zo vormde voor ons beiden een soort klankbord. Ik keek dan meer naar het zakelijk gedeelte. En hij dan meer naar of er een fanbase voor was in Nederland. En hij kon dan ook polsen bij de Nederlandse comedians die zij al hadden. En dan polsen niet van, ja, wat vinden jullie hiervan? En ja, bij sommigen kregen we echt zoveel feedback dat we wisten van, nou ja, dit is echt wel een Heineken Music Hall show, weet je wel, met deze artiest. Dus ja, en met vallen en opstaan eigenlijk. En hoe werkt het met een event als, nou, de Harry Potter exhibitie? Harry Potter is een succesvolle filmreeks, dat is één ding. We hebben nog in de tijd dat mensen nog dvd's kochten, die gingen echt over de toonbank, bioscoop zaten heel vol. Maar hoe vertaal je dat naar, sowieso een expositie, dat is een internationaal gegeven, maar hoe kun jij inschatten, hier gaan zo, ik kan zo lang een ruimte inhuren? Ja, een combinatie van ervaring en vaak niet naast zitten. Ook zakelijk inzicht. In tegenstelling tot de muziek moet ik je allereerst zeggen, is het vaak met special events dat je ze moet gaan halen. Muziek wordt vaak aangeboden. Niet altijd, maar vaak wel. Van dan en dan komen we. Bij special events is dat helemaal niet het geval. Dus Harry Potter, er is er maar één die door de wereld reist. En die blijft dus een half jaar per plek. En normaal doen ze dus New York, Parijs, Shanghai, de grote steden aan. En dan moet je dan proberen tussen te vormen om te zeggen, ja, Nederland bestaat ook. Dat is de eerste stap die je moet maken, want Nederland is vaak niet op hun radar. En uiteindelijk heb je dan 2 of 3 keer al met ze gezeten en ze overtuigd dat je dit ook kan doen. En dan komt er op een gegeven moment de beslissing dat je ook naar Amsterdam wil gaan, want ze kennen alleen maar Amsterdam vaak. Het klinkt heel clichématig, maar ze kennen alleen maar Amsterdam, dus dan ga je eerst naar Amsterdam, wat we zelf natuurlijk ook wel graag willen. Helaas, in dit geval was dat na 1,5 jaar zoeken bleek dat niet mogelijk te zijn. Toen hebben we uiteindelijk besloten om een tent neer te zetten naast Cineweek in Utrecht. En toen was mijn uitdaging meer van, hoe ga ik het verkopen dat we niet in Amsterdam zitten? Toen hebben we de slimme truc verzonnen dat we in Amsterdam Leidse Rijn gaan. En dat was maar 10 mijl van Amsterdam. Dus in Amerikaanse termen is dat heel weinig. Dus toen waren ze snel overtuigd van, oké, prima. En de financiën zagen er goed uit. En ja, ik heb hem zelf 3 keer gezien. Ik ben zelf een Harry Potter fan ook. Ik heb alle boeken gelezen, alle films meerdere malen gezien. En als kind van hart schat ik in dat er hier zeker genoeg mensen heen gingen. En gelukkig bleek dat ook zo te zijn. Maar hoor ik je nou zeggen dat je 1,5 jaar bezig bent geweest? Nee, 5 jaar. Ik ben 5 jaar bezig geweest om Harry Potter naar Nederland te krijgen. Ja. Dat geldt niet voor alles hoor, maar met welk traject ben je nu bezig? 2000...
23? Nee, ik ben wel met twee dingen bezig die misschien over 2 of 3 jaar pas gaan plaatsvinden. Ja. Dat klopt. Dat is dan wel vaak voor tentoonstelling hoor. Maar ik kom toevallig nu van een meeting met allemaal andere special event boekers van Live Nation in Stockholm. En dan hebben we alles een beetje doorgelopen. Wat zijn de ontwikkelingen? Wat komt er op ons af? Wij denken ook dat de komende jaren deze stad nog groter gaat worden. En we staan ook heel erg open voor nieuwe ontwikkelingen, ook soms partners. Het is ook een loket van heb je een goed idee en wil je onze expertise gaan gebruiken, dan kan je ook ons aankloppen. Is het ook iets wat je dan aan de Nederlandse consument moet uitleggen? Want een concert bezoeken, een theatershow / comedy show, dat is één ding. Maar voor mijn gevoel was die Harry Potter Expo was echt een van de eerste in zijn soort in Nederland. Klopt dat? Ja, nou, de eerste tentoonstelling die ik ooit heb gedaan was Bodies. Bodies oh. Exhibition. Oh, nou, kijk. Dat was in de Beurs van Berlage. Hoe heb je dat uitgelegd aan de Nederlandse markt, wat het was? Nou, we hoefden niet heel veel te doen, want de pers dook erop. En de eerste dag dat we open gingen, was het er ook in. Het was helemaal bezaaid met allemaal kruisen. En dat was een protestgroep die vond het. Die was het niet mee eens dat daar doden waren. Want in hun ogen hadden die geen toestemming daarvoor gegeven of iets dergelijks. Uiteindelijk heb ik ook besloten om die kruis allemaal te laten staan. Want 4 dagen lang hebben we alleen maar het NOS en alle journalen langs gekregen. Dus op een gegeven moment hoefde ook niet echt heel veel meer uit te leggen van wat daar gebeurde. En dat was ook een heel groot succesvol evenement. Maar daarnaast moesten we natuurlijk wel, als die aandacht eenmaal weg is, moet je wel op een gegeven moment weer onder de aandacht komen met de tv-reclame. Maar volgens mij hebben we een goede job gedaan. Bijna 40% wat binnenkwam bij de bodies dan, waren allemaal mensen uit de medische wereld. Van fysiotherapeuten, chirurgen tot. Je had uiteindelijk één plek waar alles te zien was van het menselijk lichaam, terwijl ze dat meestal in verschillende snijzalen pas kunnen zien. Nee, dat was super. Het was een hele bijzonder project met hele rare dingen meegemaakt. Maar het was een groot succes. Ik heb in de afgelopen weken dat ik deze podcast heb gemaakt heel veel al te horen gekregen over hoe het er gemiddeld aan toe gaat bij Mojo. Voor zover er gemiddeld bestaat voor zo'n bijzonder bedrijf. Voor artiesten, tours die de wereld rondgaan, is het vaak al lang van tevoren. Je weet waar ze naartoe willen. Er wordt een zaal geboekt. Ik heb het gevoel dat jullie allebei een totaal andere kant hebben. Bij jou gaat het soms echt jaren van tevoren dat je iets moet plannen of binnenhalen. Terwijl ik het gevoel heb bij comedy dat je ook heel vaak comedians hebben die bij wijze van spreken op woensdag op het vliegtuig stappen in New York. Een appje eruit gooien. Yo, kan ik vrijdag ergens optreden? Nou ja, zo is het een paar keer echt letterlijk gebeurd. Ik kreeg op een gegeven moment een belletje. Het was donderdag. Ja, Dave Chappelle heeft besloten om toch te komen toeren en hij wil een show in Amsterdam doen. Heb je nog wat? Dus ik had op donderdag had ik gelijk een datum voor een week later, want dat was het moment. En op vrijdag was het deal rond. Op zaterdag gingen we on sale. Op dinsdag was de show uitverkocht en op woensdag was de show. Dus ik denk dat mijn kortste boeking ooit geweest, gewoon een week vooraf. Ricky Gervais, ook zo'n artiest die op een gegeven moment besluit van. Oké, ik heb nu even tijd tussen het maken van een nieuwe tv-show en ik wil weer op tour. En dan, ja, boek maar, weet je wel. Wat verklaart het verschil met een muziek? Dat zij zo impulsief, als het ware, te werk gaan? Nou, ik denk dat impulsief hier het goede woord is. Dat ze dan ineens denken van, ik wil het gewoon gaan doen. En Chappelle, die staat erom bekend, doet hij in Amerika ook, hoor. Eerste keer dat ik hem zag was op Just for Laughs in Montreal. Dat is echt een comedy showcase festival, zeg maar het Eurosonic van de comedy. En daar had hij aangekondigd 1 show te doen in een hele grote zaal. Die was zo snel uitverkocht. Toen had hij gezegd van, ik wil voeg nog maar een show toe. Ja, maar meneer Chappelle, het zit voor de hele week volgeboekt. We hebben hier een festival, een comedy festival. En dan verplaatst die andere acts maar. En dat zijn ze gaan doen. En dat is vervolgens, heeft hij een week lang 2 keer per dag opgetreden. En alles was uitverkocht. En die organisator van het festival, we hebben ook gesproken. Ja, dat was een naarste week ever, want die moest gewoon zoveel dingen verplaatsen en omgooien. Maar het is wel gelukt. En we zijn bij een van die shows toen bij geweest. Zijn we bij Dave Chappelle in de kleedkamer geweest. En begonnen we over Amsterdam. En zei, I love to come to Amsterdam. Heeft vervolgens nog best wel een tijd geduurd. En ineens kwam dat belletje van, hij wil volgende week optreden. Regel maar iets, weet je wel.
Dus ja, impulsief is wel het juiste woord in deze. Hebben comedians net zo'n voorlichting voor Amsterdam als de organisatoren van grote beurzen? Ja, iedereen kent Amsterdam. We moeten ook heel vaak tegen comedians zeggen, maak alsjeblieft geen grappen over drugs en prostituees en windmolens in Nederland. Want die hebben we al zo vaak gehoord. En dan, ja, de echte goede creatieve comedians gaan zich dan echt, die gaan dan een hele middag gewoon in Amsterdam rondhangen. En dan komen de grappen over, over andere dingen, zeg maar. Dan, of juist vanuit een totaal andere hoek hebben ze dan over prostitutie of over drugs. En dan wordt het gewoon wel geinig. Dat is ook wel bijzonder. Dat jij, dat kan me niet zo goed voorstellen bij de muziektak, dat je echt invloed kunt uitoefenen. Of dat je zeg advies geeft van op het repertoire van de artiest die je boekt. Ja, maar alleen als het vragen. Ik krijg ook heel vaak een lijstje van, ja, dit wil ik in het Nederlands kunnen zeggen. Dat gebeurt bij artiesten ook wel eens, maar bij comedians, die vinden het leuk om dan, in hun show hebben ze dan bijvoorbeeld, hebben ze het over rechtse politiek en dan willen ze de Nederlandse variant weten. Nou, komt een Geert Wilders of zo, komt dan, wordt dan genoemd en dan, ja, willen ze echt weten hoe ze het moeten uitspreken. En dan schrijven ze alles fonetisch op en dat zitten ze voor de show zelf, in hun kop te stampen. Dat zijn de echte, vind ik altijd de toppers die echt gewoon per land gewoon een show, zeg maar, aanpassen. Nou, ik had er wel eens van gehoord, maar het kwartje valt nep als je zegt Just for Laughs. Dus eigenlijk een Eurosonic en Southwest, maar dan voor comedy. Bestaat er ook zoiets voor expos, voor Monster Jam, voor Sick, dus lijkt voor family events? Heb je daar ook grote plekken waar ze zich allemaal presenteren? Nee, dat is vaak een combinatie. Dus voor Circus Lee, die komen dan bij een congres in Londen ook. Dat is IMC, dat is één keer per jaar. Maar voor tentoonstellingen moet je vaak naar congressen voor musea. En die zijn normaal in Amerika. Maar Cesar Millan, die is dan via de normale weg binnengekomen. Monster, daar moet je echt gaan zoeken. Walking with Dinosaurs lasten we op een gegeven moment in een krantje dat er een dinosaurus of zo zou komen. Toen ben ik met een collega naar Boston gegaan om hem daar te zien. En ja, die show was waanzinnig. Ik dacht, dit gaat een groot succes worden in Nederland. En toen zo snel mogelijk met de agent contact opgenomen. In dit geval was de producer direct. En zo aan de praat gekomen. En alles aangenomen om het ook naar Nederland te krijgen. Ik kan me voorstellen dat in jouw tak van sport je moet het echt zien. Kijk, een comedian, je kunt kun je op YouTube kijken naar het repertoire. Ja. Muziek spreekt ook voor zich. Maar wat jij nu net zegt, nou, er komt een dinosaurus show, we vliegen naar Boston. Je had ook bij een schoolvoorstelling terecht kunnen komen, bij wijze van spreken. Ik zie heel veel shows die daar eerder op lijken dan op wat er op het filmpje wat ik per internet heb gekregen uitziet. Nee, dat klopt. Ik moet het wel zien, ook met het oog dat de meeste shows als je eenmaal hebt gedaan en het is een succes, dan gaan ze volgend jaar gaan ze weer komen. En dan moet je ook zeker weten dat je die tweede keer kan deliveren. Ja. Dus ja, Walking with Dinosaurs was meteen perfect, maar er zijn ook shows die ik heb gezien meteen van, sorry, dit is niet up to par of dat is niet onze, het is een theatershow, dus onder de 400-500 stoelen. In principe doe ik dat niet. Dus je kijkt naar kwaliteit, je kijkt naar in hoeverre ze betrouwbaar zijn, of de deal er goed uitziet en of de doelgroep groot genoeg is. En ook of ik de doelgroep ook goed ken. En als ik ze niet ken, ook genoeg expertise in huis kan halen om eventueel het toch te kunnen benaderen. Ik dacht dat een kookprogramma was Walking with Dinosaurs. Daar hebben ze wel heel grote pannen. Ja. De catering was heel duur. Ja, precies. Dat een show of een expo in het buitenland een succes is, betekent niet per se dat het in Nederland ook werkt. Elk land heeft zo zijn eigen smaak. Nou, het kan zijn tot een stierig gevecht waar die Amerikanen van houden. Ja, ook niet aan dingen om dat naar Nederland te halen. Ik heb American football gezien met vrouwen. Dat was echt gênant. Ik werd gevraagd om te komen kijken. En kennelijk werden die dames zijn ongelooflijk goed in Amerikaanse voetbal. Maar kennelijk hadden ze te weinig publiek. En toen hebben ze een slimme promotor heeft toen besloten, weet je wat, we gaan ze allemaal in een bikini laten spelen. Gênant voor woorden, dus was echt. Ze speelden waanzinnig. Maar uiteindelijk gingen al die camera's en beelden gingen naar iets anders dan naar de voetbal. Dus dat soort shows moet ik ook, zie ik ook. Ja. Mazzelpik, hè? Ja. Maar dan zie je toch ook soms aan het begin van de avond dat je al denkt, oh, dit wordt een heel lange avond. Ja, normaal wil je meteen weglopen. Maar dat wil je ook niet doen met de man die naast je zit, die alleen maar in je oor zit te fluisteren dat het een gigasucces gaat worden in Holland. Dus
Maar uiteindelijk neem je beleefd afscheid en dan... We bellen nog. We bellen nog. Hoe is het met stand-up comedy? Zijn er, los van de taalbarrière, kennelijk is dat geen probleem in Nederland? Nee, Nederlanders staan erom bekend in Europa dat ze een van de best sprekende of Engels sprekende landen zijn. En je ziet dus ook een tour. Het begint wel steeds uitgebreider te worden, het aantal landen. Maar in het begin was het Engeland, Nederland, België en Scandinavische landen. Duitsland, Frankrijk, Spanje. Daar wordt zeg maar alles op tv overgedubt. Wij hebben allemaal subtitels. Dus in Nederland wordt zeg maar de comedy special gerespecteerd en wordt gewoon vertaald. En in die landen is het, krijg je gewoon een soort Duitse... Er is ook een heel grappige DVD van Jeff Dunham, waar je dus al die stemmetjes kan kiezen, zeg maar, in allerlei talen. Hebben ze allemaal speciaal voor de DVD toen overgedubt. Maar dat is nu aan het veranderen, zeg maar. Omdat natuurlijk in heel veel landen zitten ook allemaal expats en die wel naar die shows komen. Maar ja, sommige dingen vertalen zich gewoon niet naar de Nederlandse markt. Als bijvoorbeeld comedy te lokaal politiek wordt. Dus bijvoorbeeld als een Amerikaanse comedian het voornamelijk heeft over de Amerikaanse politiek. Ja, dan snappen wij dat hier niet. Dat is te ver van ons bedshow. Dus het is altijd wel, ja, je moet het wel vertalen. En daarom is zo'n Just for Laughs festival is gewoon heel erg tof. Omdat je gewoon in 5 dagen tijd gemiddeld 10-20 comedians per dag kan zien. Sommige pakken we dan een uur van. En sommige ben ik na 5 minuten al klaar mee. En dan kan je heel snel zien of iets werkt of niet. En dat is gewoon puur weer, hoe kijk je daar als Nederlander naar? Gaat dit werken in Nederland, ja of nee? En omdat we dan... ik ga meestal met Erik en dan zien we zoveel comedy. We hebben een soort puntensysteem bedacht van nou, alles boven de 7 punten werkt. En als het een 8 of hoger is, dan wordt het een topper. En alles onder de 7 boeken wij eigenlijk niet eens. Omdat dat gewoon, vinden wij misschien wel grappig, maar dat is dan een toemler show in Nederland of comedycafé. Echt heel klein en ja, dat is dan vaak niet eens de moeite. Tenzij het weer via een grote agent binnenkomt, dan proberen we natuurlijk wel te helpen daarmee. Heeft Nederland een ideale plek voor grote comedians? Ik heb zelf Louis C.K. Was het in de Ziggo Dome ooit gezien? Allemaal stoelen. Is dat een ideale plek? Of moeten we toch een heel groot echte theater ergens hebben? Wat is de beste plek voor een comedian van zo'n naam? Hebben we die venue in Nederland? Zijn we daar voorbereid? Ja, comedy valt natuurlijk traditioneel gezien onder theaters. En in Amerika heb je heel veel van die echte comedyclubs, wat gewoon oude theaters zijn. In Nederland hebben we er maar een paar. Ik noemde net al Toemler, Comedy Club, Boom Chicago. Dat zijn eigenlijk de enige echte. Er is net een nieuwe bijgekomen in Rotterdam, Club Haug, van Marcel Haug, die een nieuwe comedyclub is begonnen. Ja, de rest moeten we dan doen met de bestaande theaters, de bestaande popzalen. Ik doe ook heel veel comedy in de Melkweg, bijvoorbeeld. Dan verbouwen we de Max, de grote zaal, tot een seated half standing room. Ik heb toevallig van de week Louis C.K. gezien in de Melkweg. Voor 350 man stond hij. Dus die ging van 15.000 man naar 350 man. Dat was dus een last minute ding volgens mij. Hè? Die was, volgende week staat hij, de kaarten zijn sinds net te koop. Ja, succes! Klopt. Ja. Was ook heel snel weg. Maar in principe, ja... Ik denk dat het met alle events of met concerten is. Hoe groot schatten wij iets in? En daar zoek je de zaal bij. En liefst in Amsterdam. Dat is meestal een opdracht. Makkelijk uit te leggen. Ja. Ja. Nou ja, Amsterdam Leidse Rijn. Ik vind het een topvinding. die tent die die aan de bioscoop was gebouwd. Die heeft na Harry Potter ook zijn werk gedaan voor de Star Wars Identities Expo. Een Monster Jam, dat is Gelderdam volgens mij. Dat is echt de grote stadions. Ja, dat hebben we 9 jaar gedaan. We doen het nu niet meer, maar nu een andere partij. Oké. Is er genoeg plek voor dit soort grootschalige, half jaar durende exposities bijvoorbeeld? Zoals Harry Potter en Star Wars? Nou, er zijn niet heel veel, wat we dan noemen, blockbusters. Er zijn er niet heel veel van. De meeste tentoonstellingen die gemaakt zijn, zijn rond de 700 vierkante meter. En dat kan dan in een Nemo of in een andere museum. Maar de grote blockbusters, er zijn er een paar die zijn begonnen, die zijn zoals Marvel, maar die werkte dan helemaal niet. Op mijn handen geteld denk ik dat er 8 grote blockbusters zijn. En that's it.
Ik denk wel dat het meer zal worden. Maar de risico's zijn ook best wel groot. Dus het zijn hele dure tentoonstellingen. Dus je moet ook zeker van je zaak zijn dat het gaat werken. Dus kijk, sowieso vaak eerst de kat uit de boom. Werkt het in andere landen? Dat wil nog niet zeggen dat Nederland ook gaat werken, hoor. Maar dat geeft een enige indicatie. Maar er zijn er nog niet veel. Maar dat de ontwikkelingen zo zijn dat er meer gaan komen, weet ik zeker. Oké, domme vraag van een leek. Ja. Wat maakt zo'n expositie zo duur? Kijk, een artiest die vraagt om een gage, ja, en die brengt, nou, naarmate de echt groot wordt, 30.000 vrachtwagens aan apparatuur met wat in 1 of 2 dagen moeten in en er ook weer uit. Die expo die staat er een half jaar en het zijn even gechargeerd, modellen van TIE Fighters en het pak van Darth Vader. Klopt. Los van het bouwen van een gebouw in the middle of nowhere en het acclimatiseren en het personeel ben je ook al heel veel geld kwijt. Daarnaast vaak de rechthebbenden die vragen een hele hoge royalty. Dus er komt een partij die zegt ik wil een tentoonstelling maken, die gaat dan naar Warner Bros. Met Harry Potter in dat geval. Die vraagt dan een hoge royalty, dus per elk ticket dat je betaalt gaat een heel groot gedeelte daarvan gaat dan meteen naar de rechthebbenden. Dan moet er een heel groot gedeelte naar degene die de investering heeft gemaakt. Dan gaat er nog een heel groot gedeelte naar de marketing, want je moet het ook kunnen verkopen. Dan moet je ook nog gaan betalen voor de tent die er staat en iedereen die daar werkt. Voordat je 1 cent gaat verdienen, moeten heel veel mensen binnenkomen. Dan moet je echt 100.000 mensen denken voordat je 1 cent als mojo zijn gaat verdienen. Maar dan heb je dan wel een half jaar voor? Dan heb je een half jaar voor, maar wat dat betreft is een blockbuster niet anders dan een Beyoncé bij wijze van spreken. Je garandeert een inkomstenbon. Dus je zegt tegen de producer, zij zeggen tegen jou van dit gaat je zoveel geld kosten. En dat is nog even los van alle operationele kosten. Dus die moeten we eerst terugverdienen. Als we die terug hebben verdiend, dan mogen wij ook wat. Als jij nu zelf een paar van die blockbusters, ja, die de wereld rondgaan. Als jij zelf een concept neer zou mogen zetten waarvan je denkt dat gaat geheid werken, maar het bestaat nog niet. Oh. Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik weet in ieder geval, zo'n Harry Potter, als iets heel populair is en je kan op een of andere manier, en heel populair bedoel ik, met Harry Potter was een succes omdat het heeft een heel groot draagvlak. Het is echt van jong tot oud, van minder bedeeld tot heel rijk. Iedereen leest en kent Harry Potter. En als je dan een wereld kan creëren waarin ze zich even een half uur of een uur, of sommige mensen blijven de hele dag, in de wereld van Harry Potter kan voelen, dan ben je spek over. En dan moet je voor goede huis komen. Dus wat is nu momenteel populair? Nou, Marvel hebben ze geprobeerd, maar op een of andere manier is dat een hele koude wereld. Dat werkt gewoon niet. Zou dat niet nu, want Marvel krijgt weer gigantisch veel momentum de laatste tijd. Op dit moment draait de laatste Avengers film in de bioscoop. Ja, mega blockbuster. Ja, zou het niet alsnog een keer kunnen? Nou, ik was toevallig 2 weken geleden was ik uitgenodigd bij iemand die een nieuw concept heeft bedacht. Het was in Parijs. Die heeft een eerste opstelling. Ik zat in een kamer. Was volledig rondom waren schermen. En waarop 4K beelden vertoond werden. Dat ik midden in het bos stond. 5 seconden later stond ik midden in Serengeti. En ik rook ook dat ik in Serengeti was. Dus ik stond op een gegeven moment in nat gras. En ik rook alsof ik in nat gras was. Dus hij combineert visuele belevingen met ook reuk. En op een gegeven moment kon ik ook alles aanraken. En alles wat ik aanraakte veranderde. Dus een volledige totale belevingswereld. En het zijn ideeën. Dus ik ga verschillende kamers maken. Waarin je door een soort avontuur aangaat. Alles wat je ziet, wat je ruikt, wat je aanraakt, verandert. En vertegenwoordigt de werkelijkheid of niet de werkelijkheid. Daar kunnen ze ook nog mee gaan spelen. Dat was waanzinnig om te zien. En dat soort ontwikkelingen worden alleen nog maar sneller. Dus ik denk dat dat soort belevingswerelden steeds belangrijker gaan worden. En ze worden ook nog persoonlijker. Maar kan dat massaal, zo'n ervaring als jij nu omschrijft? Nou, dat is net als bij Harry Potter. Dus je gaat maximaal x aantal mensen per half uur verwerken. En de een gaat doet er een uur om er doorheen te lopen. En de ander kan wat langer erover doen. Dat zijn vaak gewoon gemiddeldes dus waar je mee gaat werken. Ik moet zeggen, het valt nog mee als ik kijk wat ik de afgelopen weken heb gehoord bij de opname van de podcast. Maar ik heb nog altijd wel het romantische idee dat als je met artiesten werkt die je moet boeken, dat je altijd van die rock'n'roll verhalen hebt, dat er eentje kwijt is of dat er een hotelkamer wordt gesloopt. Zijn comedians rock'n'roll artiesten?
De meeste zijn 3 minuten na de show in een auto terug naar het hotel. Vaak zie ik ze niet eens. Soms dan kan ik nog net een handje schudden, maar ze zijn nog sneller weg dan de gemiddelde rockartiest. Maar er zijn er wel een aantal die bekend staan om hun poederconsumptie en prostitutiebezoek. En moet jij dan zorgen dat ze op tijd op een podium staan? Zijn er dan toch echt wel andere mensen voor? Ja, daar hebben we gewoon onze productiemensen voor, ja. Dat is niet, jij hoeft niet meer elke show bij te wonen of zo. ik zie jou lachen, Frederik. Nee, ik stel me Jeps voor dat hij meegaat met zo'n... Nee, gelukkig hoeft dat niet. Handje vasthouden. Ja. Nee, maar wat ik wel heel leuk vind met comedians ten opzichte weer van rockartiesten is, ze zijn veel benaderbaarder, omdat ze vaak in een eentje zijn. Ze zijn vaak met een hele kleine groep op pad, soms zelfs in een eentje, reizen ze alleen. Bijvoorbeeld een Judah Friedlander. Die vindt het ideaal om gewoon met een trein overal naartoe te gaan. En moet je gewoon zorgen dat je op tijd op het station hem oppikt. En dan een routebeschrijving uitprinten van ja, dan en dan moet je daar overstappen enzovoorts. En er zijn bepaalde artiesten, bijvoorbeeld Kevin Hart, die zegt met zo'n entourage op pad, dat is echt bizar. Die hebben dan ook, ieder deel van de entourage heeft dan in de Ziggo Dome een eigen kleedkamer waar dan hun favoriete hip-hop muziek uitknalt en hun favoriete flavor wiet te ruiken valt. Maar ik vind het vooral leuk om met die comedians na afloop te gaan zitten en de show door te nemen en verhalen aan te horen. Dat is gewoon soms heel gezellig en dat is veel gemoedelijker dan met rockartiesten of met hip-hop artiesten. Ander level, zeg maar. Jeps boekt ook bands voor Mojo, maar is steeds drukker met comedy. Deze tak van entertainment groeit hard. Ik zie comedy als een van de mogelijkheden om een avondje entertainment te gaan krijgen. Weet je wel? En we hebben het natuurlijk heel veel over comedy, maar ik ben ondertussen ook steeds meer podcasters en vloggers aan het boeken. Gasten die iets doen met een podcast op het internet en daar grapjes in vertellen en leuke onderwerpen aansnijden. Wat dan weer vertaald wordt naar een live show. Dus Adam Carolla is bijvoorbeeld een van de bekendste comedy podcasters. Nou, die hebben we naar Amsterdam een keer gehaald. Het was de opdracht van, wil je nog wat lokale gasten uitnodigen die in mijn show kunnen? Nou, kwamen we met Giel Beelen op de proppen, weet je wel. Dat was wel grappig. Maar dat is aan het verschuiven. Dus er komen steeds meer, komt steeds meer aanbod bij, weet je wel. Frederik heeft het over special events. Dat wordt ook steeds breder. Dus vroeger kon je naar de film of naar een concert of naar de bowlingbaan. En nou kan je uit 100 andere dingen kiezen. Dus het is heel moeilijk. Ik vind ook altijd heel moeilijk in te schatten of een comedy fan nou ook per se een muziekfan is. Of juist helemaal niet. Hè? Dat hij alleen maar fan is van comedy en that's it. Ik zie vaak wel een type artiest of zo. Of het rockers zijn of hip-hop liefhebbers. Bijvoorbeeld bij een Chris Rock, dat de helft van de zaal was gewoon echt een urban publiek. Zou je Chris Rock op Wuha kunnen zetten? Ik denk het wel, ja. Ja, dat is nog bijvoorbeeld een droom die ik heb om... Zeg, wat leed je? Om op Wuha ook een stand-up comedy podium te hebben. Omdat ik denk dat er wel werkt. Een bepaald type comedy natuurlijk. Maar ik zie daar wel heel veel raakvlakken mee. Het zijn eigenlijk ook jongens van de straat met een microfoon. Ja. En de een rapt en de ander die schiet grapjes op het publiek af. Dus ik zie daar wel heel veel overeenkomsten in. Maar ja, of ik denk dat een gemiddelde hip-hop fan of een metal fan misschien wel 10 comedians kan opnoemen. Maar de gemiddelde comedy fan kan geen 10 metal bands opnoemen of zo. Er zitten raakvlakken, maar het is... Ja, het is moeilijk te vatten. Ik moet wel zeggen dat wij met Mojo natuurlijk veel met muziek hebben. En dat we dus echt wel in die doelgroep ons publiek zoeken. En ook een beetje daar de comedians bij zien te vinden. En ik denk dat het ook voor Frederik geldt, dat we een beetje toch de, noem het maar, de rock'n'roll factor in de special events doen. En daarom misschien niet die dames... Je zou niet snel de zomerweek van Libelle... Ja, dat is niet onze bloedgroep of zo, nee. Op een of andere manier. Zit er inderdaad ook heel veel raakvlak met die events die jij doet met muziek? Want ik heb het idee, als ik hoor toch ook wel dingen, dat het bij jou het echt wel andere dingen zijn. Nee, ik ben altijd wel op zoek naar...
Het is niet dat ik per se... Nou kijk, heeft het een raakvlak met muziek? Voor mij gaat het echt wel om schaalbaarheid. Zit er... valt er geld mee te verdienen? Maken we voornamelijk mensen hier blij mee? Daar begint het eigenlijk mee. Dus het kan... Het gaat soms... Ik heb een tijdje gekeken naar horror. Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in horror. Dus en Halloween is een heel populair evenement. Zijn er dingen die we naar Nederland zouden kunnen halen? En dan weet ik dat in Amerika zijn meerdere horror-events. Dus ik heb een tijdje heb ik een paar bezocht. En die waren waanzinnig. Maar heel moeilijk te vertalen naar Nederland. Wat moet ik me voorstellen bij een horror-event als ik vraag? Ik heb echt geen idee. Nou, eentje was wel heel... Ja, of we komen weer bij de zomerweek uit. Nee. Ja, je hebt natuurlijk gewoon tijdens Halloween heb je gewoon de wandelingen, zeg maar, waar dan zombies je bang gaan maken. Ja, van die haunted houses precies, en zo, en haunted maze. Eentje die ik ooit heb meegemaakt, die was echt heel extreem. Dan als eerste moest ik een waiver tekenen. Nou, daarin staat dat als er iemand je doodmaakt of er valt een betonblok op je hoofd, dan is het je eigen schuld. Nou, dat is een beetje normaal binnen Amerika, een waiver. Dus die teken ik dan maar. En vervolgens waren we met z'n tienen, werden we afgezonderd in de kamer. En op een gegeven moment al lichten uit. Kregen we een microfoon. Nee, hoe heet het? Een hoofd. Dat is een heel lang verhaal, hoor. Maar het puntje bij paard komt dat we... Ik hang aan je lippen. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Nou, we kregen eerst te horen van... als je het te eng vindt of je jezelf in gevaar vindt... is er een safety word, was in dit geval aprikoos, volgens mij. Dan stoppen we de show. Als twee mensen zeggen dat het gevaarlijk is en abrikoos zegt, stoppen we de show, maar krijg je niet je geld terug. Nou, daarmee gingen we weg. Dat was een slimme truc van ze. En 5 seconden later gingen alle lichten uit en dan was de taak van probeer de uitgang te vinden. Om een heel lang verhaal kort te maken, binnen een half uur waren we buiten. En van die 10 mensen, denk ik, hadden nog maar 5 mensen hadden nog een onderbroek aan. De rest had al hun kleren uit. Er was één die was aan het bloeden. Ik zat op mijn knieën met een zak over mijn hoofd. En in die, wat was het, 6 of 7 kamers zijn allemaal dingen gebeurd. Waar ik nu niks over ga vertellen. Maar uiteindelijk die wel resulteerde dat we echt een hele rare scène terecht waren gekomen als eindstation. En we keken elkaar allemaal aan. We trekten allemaal heel snel onze kleren aan. We waren meteen verdwenen. En toen dacht je, kan ik dit marketen? Ik heb echt serieus gekeken, want ik vond het echt waanzinnig gaaf. Ja, nee, het was een... Klinkt als een gangrape. Ja, ja. Nee, maar dat was dus niet gebeurd. Wat was het dat jij je geld voor zou betalen of zou je het geld afpakken? De truc was dat ze met angst en met groepsdruk en met rare situaties ervoor konden zorgen dat mensen volledig uit hun element waren geraakt. En allemaal dingen gingen doen die ze normaal ter nooit zouden hebben gedaan. En dat idee dat je... via een experience mensen kan laten doen, is voor mij, los van het interessante wat het met je doet, maar dat het ook een soort je een beetje aan het denken zet van wat voor kleine tweaks er in een woord of in een groepsdruk of in een beleving, wat voor tweaks je, kleine tweaks je maar nodig hebt om dingen te doen of te denken, die je dan volledig uit je element halen en dingen laat doen die je achteraf echt, nou, dat zou ik echt nooit gedaan hebben. En uiteindelijk dat toch doet. Dit zou je niet nu, denk je, in Nederland kunnen wensen? Ik heb heel erg serieus gekeken om het naar Nederland te krijgen. Alleen ik denk dat ik met de Nederlandse regelgeving en wetgeving daar problemen zou krijgen. Ik heb ook met iemand binnen Mooie gesproken over vergunningen. Kan ik hier überhaupt een vergunning voor krijgen? Het duurde zo lang. En uiteindelijk heb ik wel heel veel acteurs nodig. Want er zitten ook in al die kamers zitten allemaal acteurs die in een rol zitten. En dat is een acteur in Amerika is nou eenmaal goedkoper dan in Nederland. Dus de business case, want je kan maar 10 of 15 mensen per half uur er doorheen krijgen. Het klinkt als een premium experience. Het kostte me ook $110. Maar ik heb nog steeds hoop niet opgegeven om naar Nederland te gaan. Mocht je ooit een keer door Amsterdam Leidse Rijn rijden, ja. En je ziet 8 mensen uit een tent komen waarvan er 4 volledig naakt zijn, eentje bloed en de eentje heeft een plastic zak over het hoofd, dan weet je, of dan moet je hopen dat het is gelukt. Dat is gelukt, ja. Wauw. Ja. Of Dutroux is net vrijgekomen. Wauw, wat een ontzettend goed verhaal. Denken jullie dat jullie rol binnen Mojo, dat die gaat groeien?
Volgens mij, ik heb het idee dat mensen steeds meer geld kunnen besteden aan vrije tijd, aan bijzondere ervaringen, aan events, ook premium experiences. Comedy zit volgens mij in de lift. Hoe lang doen jullie dit nog? Nou ja, je doet niet met z'n tweeën, maar hoe lang zijn jullie de enige twee binnen Mojo die zich met dit soort non-muziek gerelateerde dingen bezighouden? Het is een hobby, hè? Het is een hobby. Ja, precies. Nou, ik denk dus zeker dat het gaat groeien. Ik denk dat we ook de expertise hebben om steeds meer naar ons toe te trekken. Maar dat deze wereld alleen maar groter gaat worden, geloof ik. Mensen zijn steeds vaker op zoek naar die unieke beleving. Ook interactie met andere mensen. Ze willen heel graag iets meemaken. Wat dat betreft is hetzelfde als muziek, hoor. Als je iets... De laatste keer dat ik Porcupine met Dinosaurs zat, zat ik naast een klein kindje van 6. En toen die dinosaurussen naar buiten kwamen en dat kind in paniek naar zijn vader riep, waar zijn de hekken, papa? Nou, klinkt heel heftig, maar dat is wel een beleving die voor hem de rest van zijn leven zal hij er houden. En dat soort evenementen zullen helemaal meer gaan worden. En dat kind ging met een grote grijns ging die weer terug naar huis daarna. En een natte broek. En dat boek, dus er zit een hele grote markt in en die zal ongetwijfeld groeien. Ik denk niet dat dat kleiner gaat worden. En we verkopen ongeveer 200.000 tickets gemiddeld per jaar alleen aan special events. Dus dat is genoeg. Het kan alleen maar groeien. En comedy? Ja, in die 50 jaar Mojo doen we eigenlijk pas 8 jaar comedy. En ik had het ervoor nagekeken. Ik denk dat we iets van 115 shows hebben gedaan. Er zullen ongetwijfeld ondertussen alweer meer zijn. We hebben vanavond Eddie Izzard hier, iets van 65 comedians. Ik weet nog, toen ik het stokje overnam van Leon, die deed iets van 3-4 comedy shows per jaar. Ik doe er denk ik 10 keer zoveel op jaarbasis. Dus het is echt wel gegroeid. Er zijn festivals bijgekomen in Nederland op comedygebied. Het aantal buitenlandse comedians die naar Europa afreist om op te treden, ontzettend gegroeid. Ik denk dat met Jeff Dunham die deur is opengestaan en dat daarna artiesten uit Amerika die vooral daar groot waren en toerden nu ook naar Europa durven te komen. Dus dat is echt gegroeid. En wat ik nu vooral zie is dat er ook gewoon Europese comedians in heel Europa gaan optreden. Franse comedians die naar Nederland komen, noem het maar op. Dus je ziet nou ook die markt zeg maar openbreken. We zien natuurlijk toevallig van de week zit kijken naar Jan Dino die in New York aan de bak probeert te komen. Hans Theo heeft al een poging gewaagd in Engeland, is nu volgens mij met Duitsland bezig. En noem maar op. Dus die markt is ook aan het ontwikkelen. Dat is een goed ding, denk ik. Dat humor is denk ik een universeel iets. Ik denk dat humor in tijden van ellende in de wereld alleen nog maar belangrijker wordt. Mensen willen gewoon lachen. Mensen willen geëntertained worden en een ervaring opdoen. En comedy is gewoon, denk ik, daar een heel belangrijk middel bij. Die, zeg maar, de alle stress van de hele dag even 's avonds weglachen bij een show. Heerlijk, weet je wel. Ik vind het ook heerlijk. Ik ga heel graag zelf naar comedy shows. Gewoon 1,5 uur lang zitten en de bal uit mijn broek lachen. En daarna gewoon met een prettig gevoel naar huis gaan. En ondertussen moeten lachen om belachelijke dingen die ik ook zelf dagelijks doe. Dus die herkenbaarheid, dat is gewoon heel erg leuk. En daar is alleen maar meer vraag naar, denk ik. Zeg maar, hoe lang kun jij dat nog in je eentje doen of nog combineren met ook nog de muziek die je daarnaast ook nog boekt? Ja, ik denk dat ik me nou wel vol kan houden, maar tijd zal het leren. Ik sluit elke podcast af met de vraag, wat is je beste concert alle tijden? Ja, nee, die heb ik niet. Nee, ik wilde eigenlijk vragen, je beste event, maar gaat er nog iets boven dit verhaal? Nee, nou, ik moet zeggen, ik ben echt een groot Cirque du Soleil fan. En de beste show die ze ooit hebben gemaakt, want ze hebben volgens mij meer dan 30 shows. Heb ik toevallig 3 jaar geleden gezien, de tijd Curio. Die hebben we nog niet naar Nederland kunnen halen. En dat was waanzinnig. Dat is een soort Jules Verne in het klein, in een tent show. En wat zijn normale theater waar ze bekend om staan, op een of andere manier kunnen ze dat in het klein creëren en... Ja, dat is heel moeilijk om te omschrijven, maar ik vond het een waanzinnig mooie show. Echt kippenvel. En daarnaast, maar dat is een mooie show. Die andere was meer een enge show en een goede beleving. Maar dat is zeker niet de beste show die ik ooit heb gezien. Trouwens, ik vergeet nog één ding. Voor ik naar jouw beste show alle tijden vraag heb. En ook voor jou de vraag, de allerbeste comedy show dan die je ooit hebt gezien?
Ja, heel moeilijk. Ik heb verschillende gezien. Ik heb natuurlijk in Montreal heel veel gezien. Maar ik denk als ik naar mijn eigen shows kijk, denk ik dat de laatste show van Ricky Gervais, die ging wel heel diep. Die was, hij is ook vegetariër. Ik ben zelf ook vegetariër, dus daar had hij een aantal grappen over en echt wel diepgaande onderwerpen. Dus hij was aan de ene kant heel serieus en zelfs een beetje politiek en sociaal bewust. Aan de andere kant maakte hij ook weer de hele wereld om zich heen belachelijk en vooral ook zichzelf. En dat op een toon die, ja, hij alleen maar kan. Dat deed hij al in The Office en dat doet hij in zijn nieuwste Afterlife, in zijn serie. En dat doet hij in zijn afgelopen show ook weer. En ik ben dus heel erg benieuwd naar zijn komende show. Muziek is denk ik Nine Inch Nails. Wel mijn all-time favorite. Ik heb daar nog nooit een slechte show van gezien. Tot zover deze aflevering van de 50 jaar Mojo podcast. Ik hoop dat je van hebt genoten. Elke twee weken is er een nieuwe met telkens aan het woord kopstukken van of mensen achter de schermen bij Mojo Concerts. Niks missen? Dan abonneer je op deze podcast via je favoriete podcast app of volg hem op Spotify. Graag tot de volgende!